Nou, ik vind het wel een goede zaak hoor. Ja. Maar de eerste vind ik dat de kinderen heel veel plezier moeten hebben. Ik ga opletten als je niet, als je staat te klooien. Ga ik niet kippen. Goedemiddag jongens en meisjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Hou jij deze eens even vast, dan doe ik even mijn jas uit. Hebben jullie een beetje Johan Cruijff? Nee, Willem van Hanegem. Willem van Hanegem is dit hoor jongens. Willem van Hanegem is echt een icoon. Echt. Ook al, weet je wel, want ik moet je zeggen, ik ben al best wel oud hè, vergeleken met jullie. Want Willem van Hanegem die was ongeveer al gestopt toen ik nog geboren moest worden. Kun je nagaan, die man is echt al bijna 100. Maar jullie moeten natuurlijk ook wel vragen stellen. Hij komt straks binnen, dan lopen we naar het veld. En dan gaan we bij de duckout staan. En als we nou een paar vragen voorbereiden, dan denkt hij, hoe weten die jongens het allemaal? Hé, en maar zal ik jullie helpen om wat vragen te verzinnen die jullie straks kunnen stellen? Willem van Hanegem heeft een bijnaam. En dat is de Kromme. Weet je wat bijvoorbeeld heel grappig is? Willem van Hanegem die heeft nogal een beetje een hekel aan Duitsers. En hij heeft zijn haar geverfd. Ik ben toch heel oud. Waarom heeft hij dan geen grijze haar? Hele goede vraag. Ik denk dat hij zo komt. En dan moeten jullie niet van tevoren zeggen dat ik die vraag aan jullie heb gegeven. Hè? Dus dat is een beetje een geheimpje tussen jullie en mij. Kijk! Goedemiddag, heren. Het is wel een beetje koud, maar hebben jullie er wel zin in of niet? Ja! Nou, kom op dan. Oh ja, ik ben echt heel benieuwd. Oké, jongens, dan moet je maar eens kijken. Als er zo'n dik boek over hier wordt geschreven, dan moet je wel heel bijzonder zijn. Hè? Is er iemand die nu een vraag heeft van Willem van Hanegem? Waarom werd u altijd de Kromme genoemd? Door de manier waarop ik liep, maar ook de manier waarop ik die ballen trapte. Waarom deed u het bij het Nederlands elftal, niet bij het Duitse elftal? Ik ben in Nederland geboren en gelukkig niet in Duitsland dus. U bent toch heel oud, waarom heeft u dan geen grijs haar? Jawel, kijk maar. Hey jongens, ja. Zullen we maar gewoon gaan beginnen met de trainen? Jij zegt een hele intelligente club is dit. Gewoon winnen en voor de rest niet. Oké, 3 achter, 1 in het midden, 2 voor. Hey, en jij, waarom ga jij in de coach staan? Ben je lui? Maar hij is keeper van het team. Nou, daar gaan we hoor. Kom maar. Die meid die keek echt zien, dit is toch wel. Ik vind het leuk, hè? Ja. Het is geweldig. Ja, maar je ziet er net schiet ze ook die bal erin, weet je niet zo. Deze kinderen die trainen straks op een kwartveld. Hoe vind je dat? Nou, ik vind het wel een goede zaak hoor. Er hoort heel veel kritiek. Ja. Over 2-2 en dit en dit en dat. Ja. Ik ging vroeger ook wel eens kijken. Ja. Waar ze net, of ze de rugbyer waren, dat ze met z'n allen in de scrum stonden, die kinderen. Ja, weet je niet? Nou, er staan er een paar, die staan zo. Ja. En hier doen ze gelukkig allemaal mee. Ja. Maar de eerste vind ik dat de kinderen heel veel plezier moeten hebben. Ja. Toen ik in Utrecht nog, toen ging ik ook kijken. Er stond er daar een trainer en er was hier een ventje en die ging ping, 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 pingelak, pingelak. Hartstikke leuk. Ja. En dan hoorde ik die vent alleen maar, nog één keer en dan ga je eruit. En ik denk, het is niet goed bij zijn hoofd, joh. Laat dat ventje niet zo groot. Laat hem pingelen. Laat hem pingelen, hoor. Je moet dus eigenlijk toch ontwikkelen. Ja, uiteindelijk zijn die pingelaars, dat worden die waaien robben. Ja, laat Kees zeggen, je mag hem ook wel eens een keer overgeven. Ja. Maar laat ze zich gewoon plooien, maar. Ja, nee. Ja, als hij de bal heeft. Hier, kijk. Hey, als hij de bal niet heeft. Hey, wat hebben jullie nou een beetje kunnen leren vandaag? Niet bij op de bal kijken, maar voor je uitkijken. Voor je uitkijken, hè? Jij? Goed meespelen en niet blijven staan. Maar vonden jullie het ook leuk? Ja! Ja, dat daar gaat het wel om. Ik zag het wel, jullie waren wel lekker fanatiek, hè? Nou, lachen jullie het leuk vinden, jongens? Hey. Even lachen jullie het leuk vinden.